een nieuwe vlog. Ik ga vandaag een boekje voorlezen over Sinterklaas en zijn paard. Ik ga gauw beginnen. Piet zadelt o zo snel op en leidt hem naar buiten. Maar Piet merkt dat het paard nog stram is op de vroege ochtend. Hij denkt dat aan wat hij aan Sinterklaas heeft beloofd. Dat ze er enkels niks voorstellen en hij mag er niet opklimmen. Dus ik hou hem nog snel even aan de teugels vast. Kijk, loopt hij met o zo snel. Maar ja, op een paard zitten is wel een stuk leuker dan ernaast lopen. Ik ben trouwens veel minder zwaar dan Sinterklaas, denkt Piet. En hij springt lekker op o zo snel zijn rug. Het is nog vroeg en er zijn geen mensen op straat. En we gaan braaf stapvoets, zoals beloofd. Kijk, hier loopt hij gauw. Gaat hij ineens op de rug van o zo snel zitten? Dat mag helemaal niet. Op het marktplein zijn heel veel mensen. Piet's buik begint te kriebelen. Oeh, hij kan het niet laten om met zijn hand op de schimmel zijn beeld te slaan. Hupsakee, hupsakee, roept hij. Zodat het paard gaat galopperen. En nog eens hupsakee. Wat overkomt me, denkt o zo snel. Ik kan het nog. Wat een fijne sprong. Zo'n sprong heb ik al jaren niet gemaakt. Kijk, hier lopen, staan alle mensen te kijken en Piet die gaat galopperen. Lekker de daak op. Niet te stoppen bij de schoorsteen. Voort, voort. Kijk, nu springt hij over de daak heen. Als dat maar goed gaat. De tijd vliegt. Hij moet nog cadeautje voor Roos kopen. In volle vaart gaat Americo. Oh nee, oh zo snel was het. Door de stad. Kijk, ik had het gewoon even verkeerd. Ik dacht dat Americo het nog was. En hij gaat gauw verder kijken. Piet zoekt een mooi schaakspel uit en stopt hem in de tas. Zo, nu gauw naar Sinterklaas. En hopelijk voelt hij zich wat beter. Kijk. En dit was het boekje. Ik ga hem gauw dicht doen. En hebben jullie ook leuke boekjes thuis? Zodat jullie dat ook kunnen doen. Ik ga hem gauw dicht doen. Doei, tot de volgende keer. Dag!